Goedendag, welkom bij deze toelichting over het geactualiseerd functieboek voor de CEO Sociaal Werk. Mijn naam is Wilma van Vuren, ik ben Principal Consultant bij Human Capital Group en betrokken geweest bij de actualisatie van het functieboek. We gaan deze toelichting richten op wat is de aanleiding geweest voor de actualisatie? Hoe ziet het functieboek er nu uit en hoe verhoudt zich dat tot het vorige functieboek? Hoe ziet de functiebeschrijving eruit, het format? Hoe moet het functieboek nu worden toegepast? En vooral wanneer? En we laten u zien waar u nadere informatie kunt vinden. Het doel van deze toelichting is om informatie over te dragen over de toepassing van het geactualiseerde functieboek. Hoe pas je het toe? En vooral wanneer pas je het toe? De aanleiding van de actualisatie is de volgende. De CEO Sociaal Werk vraagt een herkenbaar functieboek. Maar het functieboek sloot niet meer goed aan bij de praktijk. En voor de CEO-partijen was dat een reden om het functieboek te actualiseren. Daar zijn wel een aantal uitgangspunten bij benoemd. De functies in het functieboek moeten wel herkenbaar zijn in de praktijk. Het functieboek moet aansluiten bij de ontwikkelingen in het sociaal werk. En alle functies, of zoveel mogelijk functies binnen de branche, moeten wel met het functieboek in te delen zijn. En CAO-partijen hebben dit moment ook benut om meer handvatten te bieden voor het uitstippelen van loopbaanpaden tussen functies. Hoe ziet het functieboek er nu uit? Dan gaan we eerst naar hoe het boek eruit zag. Het vorige functieboek is ontwikkeld vanaf 2001, inmiddels dus al meer dan 20 jaar oud. Het boek bevatte 56 referentiefuncties die op dat moment veel voorkwamen binnen de branche. De functiebeschrijvingen waren specifiek beschreven, daarom hadden we er ook heel veel, maar ze waren ook resultaatgericht beschreven. Maar gezien de tijd dat deze functies inmiddels bestaan, zijn ze niet meer actueel en ontwikkelingen zijn niet verwerkt. Tijd voor een actualisatie. Er zijn in het geactualiseerde functieboek 10 nieuwe functiebeschrijvingen of reeksen opgenomen. De sociaal werker is een nieuwe reeks. Een aantal specifieke functies uit het vorige functieboek zijn hierin opgegaan. De ervaringsdeskundige kent 3 niveaus, is een nieuwe reeks. En de sociaal raadsman, de raadsvrouw, is een niveau toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de projectleider en de staf- en beleidsmedewerker. En de leidinggevende functies, dat waren er 3, zijn nu in principe 6 niveaus geworden, gesplitst in leidinggevende functies en managementfuncties. Er zijn ook gewijzigde functies, dat is het merendeel. 31 functiebeschrijvingen zijn aangepast. En de aard van die wijziging varieert. Soms is het een meer generieke beschrijving geworden, dus wat minder specifiek en op een bepaalde situatie toegespitst. En in heel veel situaties zijn de ontwikkelingen betreffende het vak- of werkgebied verwerkt. En een aantal functies zijn samengevoegd in een meer generiek beschreven functie. Er zijn ook 11 beschrijvingen vervallen, om verschillende redenen. De peuterspeelzaallijsten zijn vervallen omdat zij zijn overgegaan naar de kinderopvang. Sommige functies zijn vervallen omdat ze zijn opgegaan in een nieuwe of een gewijzigde beschrijving. En andere functies worden niet meer beschouwd als veel voorkomend in de branche. Er blijven over een aantal ongewijzigde functies. Die functies zijn wel aangepast qua format. Ze zien er nu dus anders uit. Maar ze zijn inhoudelijk eigenlijk niet gewijzigd. Voor deze functies is wel gekeken of bepaalde activiteiten nog steeds passen bij de tijd van nu. En eventueel zijn ze redactioneel aangepast. Maar inhoudelijk en qua zwaarte zijn er geen wijzigingen toegevoegd in deze functies. Wat is nu het verschil in functies tussen het vorige en geactualiseerde functieboek? Dit overzicht geeft die verschillen weer. In de linkerkolom staan de functietitels uit het vorige functieboek en in de middelste kolom staan de functietitels in het geactualiseerde functieboek. En daarachter staat vermeld wat er vervolgens met die functie is gebeurd. Is die gewijzigd? Is die nieuw? Is die vervallen? Per functiecategorie zoomen we er wat verder op in. We beginnen bij de sociaal werker. De sociaal werker kent een functiereeks in het geactualiseerde functieboek van niveau 1 tot en met niveau 5. Niveau 1 is salarisschaal 5. Niveau 5 is salarisschaal 9.
Dat betekent dat de niveaus salarisschaal 4 en salarisschaal 10 zijn vervallen. Dat was voorheen salarisschaal 4 de sociaal-cultureel of sociaal-pedagogisch werker 1 of salarisschaal 10 de sociaal-cultureel werker 4. Deze functies zijn vervallen omdat ze in die vorm binnen sociaal werk niet meer voorkomen. Salarisschaal 5 en salarisschaal 9 zijn dus nieuw. De salarisschalen 6, 7 en 8 kennen een andere inhoud, zijn dus meer generiek beschreven en kent niet meer de hele specifieke verschijningsvormen zoals ze nu in het functieboek staan. Als we kijken naar de functiereeks maatschappelijk werker, in het vorige functieboek waren daar ook twee niveaus van beschreven. Die twee niveaus zijn ook weer terug te vinden in het geactualiseerde functieboek. Alleen de functie op salarisschaal 9 is qua inhoud wel degelijk veranderd. In het vorige functieboek was de maatschappelijk werker 2 meer een beleidsmedewerker, met invloed op het beleid en de dienstverlening van de betreffende organisatie. De maatschappelijk werker 2 in het geactualiseerde functieboek is veel meer inhoudelijk expert en specialist en coördinerend van aard. De ervaringsdeskundige is een hele nieuwe functiereeks. Deze functie was nog niet te vinden in het vorige functieboek. Het nieuwe functieboek kent 3 niveaus ervaringsdeskundigen. Salarisschaal 6, 7 en 8. Het zijn nieuwe functies en getoetst in het veld met ervaringsdeskundigen. De sociaal raadsman, raadsvrouw kent inmiddels ook in het geactualiseerde functieboek een nieuw niveau. Salarisschaal 8 en 9. Salarisschaal 9 is toegevoegd. De bewindvoerder is en blijft een specifieke functie. Dat is ook een functie op 1 niveau beschreven, maar kent wel een hele andere inhoud. Veel meer aangepast aan de huidige wet en regelgeving. En tot slot, de assistent welzijn is een specifieke functie in het vorige functieboek, is ook een specifieke functie in het geactualiseerde functieboek, maar kent een andere inhoud. Deze functie is dus sterk gewijzigd. Als we kijken naar de functies die vallen onder zorg, begeleiding, facilitair onderzoek en advies, dan zijn dat grotendeels ongewijzigde functies. Ze kennen wel een nieuw format en zijn hier en daar qua taal en begrippen aangepast. De projectleider kende voorheen 1 niveau. Functiegroep 9, oftewel salarisschaal 9, is nieuw en toegevoegd. Staf en beleid kent 3 niveaus. Dat was ook in het vorige functieboek zo, alleen de salarisschalen zijn wel degelijk veranderd omdat de inhoud van de functies sterk gewijzigd is. Staf en beleid kent nu 3 niveaus staf en beleidswerk, salarisschalen 8, 9 en 10. Let op, salarisschaal 6 is daarmee vervallen. De staf en beleidsmedewerker 1 uit het vorige functieboek is niet gelijk aan de staf- en beleidsmedewerker 1 in het geactualiseerde functieboek. Deze functies zijn inhoudelijk echt verschillend en zijn dus nu ook ingedeeld op een andere salarisschaal. De administratief en secretarieel medewerkers zijn samengevoegd in een nieuwe functiereeks. Dus de secretaresses en de administratief medewerkers zijn nu samengevat in 1 generieke functiereeks van 4 niveaus. Salarisschalen 4 tot en met 7. Het administratief en secretarieel werk is dus geïntegreerd. De administratief medewerker uit het vorige functieboek op niveau 3 is nu dus administratief secretarieel medewerker op niveau 4. Daar zit dus onderscheid in, ook qua inhoud. Gaan we naar de leidinggevende functies. Daar is wel het nodige in veranderd. De leidinggevende hebben we nu gesplitst in 2 categorieën: leidinggevenden, operationeel, kleine teams en managers, die uiteindelijk ook betrokken zijn bij de visie en de koers en de sturing van de organisatie. Dat betekent dat we nu 2 leidinggevende functies kennen, 2 leidinggevende niveaus, op salarisschaal 7 en 8.
In de functiedifferentiatiematrix die bij deze leidinggevende functie hoort, hebben we ook nog aangegeven wat nu maakt wat een leidinggevende op salarisschaal 9 wordt geacht te doen. Functiegroep of salarisschaal 7 is dus nieuw. En let hierbij ook op, de leidinggevende 1 en 2 uit het vorige functieboek zijn ongelijk aan de leidinggevende 1 en 2 in het geactualiseerde functieboek. Andere type functies, andere inhoud, andere salarisschaal. De functietitel is dus gelijk, maar de inhoud helemaal niet. De managers kennen we nu op 3 niveaus. 3 functiebeschrijvingen beschreven op niveau 1, 2 en 3. Dat correspondeert met de salarisschalen 10, 11 en 12. Salarisschaal 10 is nieuw. De leidinggevende 2 in het vorige functieboek is eigenlijk nu de manager 1 in het geactualiseerde functieboek. De leidinggevende 3 in het vorige functieboek is nu de manager 3 in het geactualiseerde functieboek. Tot slot de vervallen functies, die zijn ook in dit overzicht nog specifiek benoemd. De peuterspeelzaalleidsters en de pedagogisch beleidsmedewerker coach zijn vervallen. Die zijn nu opgenomen in de CAO voor de kinderopvang. De contactmedewerker, de sociaal-cultureel werker 1 en 4 en de sociaal-pedagogisch werker 1 zijn vervallen. En de staf- en beleidsmedewerker 1 is ook vervallen. Dit overzicht kunt u ook terugvinden bij de nadere informatie en op de website van sociaalwerkwerkt.nl. Hoe zien nu de nieuwe functiebeschrijvingen eruit? De vorm van de functiebeschrijving. We hebben het dan nog niet over de inhoud. We noemen dat het format. De beschrijvingen van 2003 tot 2023 waren redelijk specifiek beschreven. We hadden verschillende verschijningsvormen van sociaal werk. Bijvoorbeeld de sociaal-cultureel werker, de sociaal-pedagogisch werker, de budgetconsulent, de trajectbegeleider, etc. etc. Die functiebeschrijvingen waren wel resultaatgericht opgesteld met resultaatgebieden en resultaten. Dat verandert eigenlijk niet. Wat wel verandert is dat de beschrijvingen anno 2023 deels generiek zijn beschreven en deels specifiek. En wat betekent dat generieke? Dat generieke betekent dat we vooral naar het werktype hebben gekeken, dus sociaal werk. Dat is opgenomen in een beschrijving en daar zijn niveaus aan gekoppeld. Dus we hebben het niet meer over hele specifieke duidingen van werk, maar het gaat over algemeen het sociaal werk wat voorkomt binnen deze branche. De functiebeschrijvingen zijn wel resultaatgericht beschreven, maar kennen niet benamingen van resultaatgebieden, maar we hebben dat omgezet in rolbenamingen. Bijvoorbeeld kennisdeler of netwerker. Daarmee geven we aan dat elke functionaris in een bepaalde functie ook verschillende rollen kan vervullen. Daarnaast hebben we 3 functiereeksen ook hertaald. En wat betekent dat? We hebben die herschreven in een wellicht wat meer begrijpelijke taal. Niet gericht op functiewaardering, functiewaarderingstechnisch, maar echt aansluiten bij de praktijk. En die 3 reeksen, dat is de reeks van sociaal werker, de maatschappelijk werker en de ervaringsdeskundige. Alle andere reeks- en functiebeschrijvingen worden mogelijk op een ander moment ook nog hertaald. Die zijn nu nog niet opgenomen in die vorm in het geactualiseerde functieboek. Voor de functiereeksen die er nu zijn, en later gaan we daar nog meer wat over zeggen, hebben we ook functiedifferentiatiematrices toegevoegd. Een functiedifferentiatiematrices geven eigenlijk in 1 oogopslag weer wat de verschillen zijn tussen de functies op de verschillende niveaus. Het vorige format, de vorm van de functiebeschrijving, zag er zo uit. Het geactualiseerde format ziet er zo uit. Dit is een voorbeeld van hoe het eruit ziet en wat u zelf ook zou kunnen gebruiken om uw eigen functiebeschrijvingen op te stellen. Dit mag, maar hoeft niet. De nadere informatie geeft ook aan onder welk kopje u welke informatie kan vermelden. Over het algemeen staat er een doel van de functie in en staan er rolbenaming of resultaatgebieden in met een aantal activiteiten die moeten leiden tot het bedoelde resultaat. Ingevuld ziet zo'n format er zo uit. Het begint met een algemene context waar over het algemeen belangrijke informatie in staat over hoe zo'n functiebeschrijving moet worden gezien.
in welke context deze functie voorkomt. Er staat een doel in van de functie. En er staan de rolbenamingen benoemd. U mag dat ook vertalen naar resultaatgebieden. En aan de rechterkant staan dan vervolgens de activiteiten die horen bij die rol. Elke functiebeschrijving staat op zich. Elke functiebeschrijving geldt dus voor dat specifieke niveau. Helemaal uitgeschreven met alle rollen die erbij horen en de kennis en kunde die nodig is om die functie te kunnen vervullen. Een veel voorkomende vraag bij het format, bij de functiebeschrijvingen, is hoe we nu werk- en denkniveau moeten interpreteren. Het werk- en denkniveau is niet gelijk aan het opleidingsniveau. Met het werk- en denkniveau wordt bedoeld wat heb je nu nodig aan kennis om deze functie te kunnen vervullen. Het is geen harde opleidingseis. Als er staat HBO werk- en denkniveau, dan bedoelen we daarmee dat een medewerker, een functionaris die deze functie vervult, op basis van ervaring van allerlei opleidingen in het verleden uiteindelijk een HBO werk- en denkniveau heeft bereikt om deze functie te kunnen vervullen. Dus het werk- en denkniveau is niet gelijk aan een harde opleidingseis. Het betekent dus niet dat je ook een HBO-opleiding moet hebben gevolgd en afgerond. Stel dat dat wel aan de orde is, voor een bepaalde functieuitoefening is echt een harde opleidingseis nodig, dan is dat ook expliciet benoemd in de referentiefunctie. Ik heb al aangegeven dat in het geactualiseerde functieboek een aantal functiereeksen zijn toegevoegd, anders dan in het vorige functieboek. Elk van die functiereeksen kent een functiedifferentiatiematrix. In die functiedifferentiatiematrix is weergegeven wat het onderscheidende element is tussen de functiebeschrijvingen in die reeks. Dus elke reeks kent een aantal niveaus, 1, 2, 1, 2, 3 of 1 tot en met 5. En elk van die niveaus kent een volledige functiebeschrijving. De samenvatting van de verschillen is weergegeven in een functiedifferentiatiematrix. Aan de hand van deze functiedifferentiatiematrices kun je zien wat het onderscheid is tussen de verschillende functiebeschrijvingen. Dat kun je zien door middel van de dikgedrukte woorden en zinnen. Dat maakt het onderscheid tussen niveau X en niveau Y. Alle nieuwe of geactualiseerde functies zijn gewaardeerd door toepassing van de analytische meetlat van functiewaardering en op basis van de functiezwaarte ingedeeld in een functiegroep. Een functiegroep is gelijk aan een salarisschaal. Van alle alleen textueel gewijzigde functies zijn de waarderingen getoetst op eventuele wijzigingen. Zijn de functies nog steeds van dezelfde zwaarte? En alle waarderingen zijn tot slot getoetst door deskundigen van de vakorganisaties om na te gaan of de meetlat die gebruikt is om de zwaarte van de functies te kunnen bepalen en de indeling ook op de juiste manier is toegepast. Daarmee is feitelijk het geactualiseerde functieboek een feit. Hoe dient u nu het geactualiseerde functieboek toe te passen? Het geactualiseerde functieboek is sinds 9 oktober al beschikbaar. Zowel op de website, zowel in de app, als in VUO Online. Wanneer past u het nu toe? Alleen bij regulier onderhoud. Of als er sprake is van een eventuele reorganisatie. Pas op dat moment, als u in uw eigen organisaties functies wijzigt of nieuw zijn toegevoegd, dan gebruikt u het geactualiseerde functieboek om al die functies opnieuw te waarderen en in te delen. Er is dus geen enkele reden om het geactualiseerde functieboek nu toe te passen als er geen sprake is van onderhoud aan uw functies, als er geen sprake is van nieuwe functies of van gewijzigde functies. Indien geen regulier onderhoud of indien geen reorganisatie, leidt het geactualiseerde functieboek niet direct tot veranderingen. Op welke wijze moet nu het functieboek worden toegepast? Daarin is eigenlijk niks veranderd, want u wijst een functie toe uit het functieboek aan een medewerker. In die situaties waarin een functie in het functieboek eigenlijk exact overeenkomt met het werk dat door die medewerker wordt gedaan. Of u past een aangepaste of gewijzigde functie van een medewerker aan een functie uit het functieboek. Dus u wijst een functie toe uit het functieboek en zegt tegen de medewerker: beste medewerker, deze functie
bevat het werk wat u wordt geacht te doen. Of er is een functie die de medewerker vervult. Dit heeft u opgeschreven in een functiebeschrijving. En u kan zeggen, deze functie uit het functieboek lijkt heel veel op het werk wat deze medewerker doet en wat hier op papier staat. Dat noemen wij vergelijking op basis van taken. Als er een atypische functie in uw organisatie is, of u vindt het toch fijner om een meetlat te gebruiken om de functie in te delen in een functiegroep, gebruik dan de vergelijking op basis van functie-eisen en daarvoor gebruikt u MNT via VUO Online. Het functieboek zoals dat nu is, wordt onderhouden op CAO-niveau. Hoe gaat dat in zijn werk? In het najaar van 2024 wordt het geactualiseerde functieboek geëvalueerd. Dan wordt nagegaan welke vragen er zijn binnengekomen over de toepassing van het functieboek, over de beschrijvingen die nu zijn opgenomen. En aan de aanleiding daarvan zal worden nagegaan of de functiebeschrijvingen zoals ze nu zijn geactualiseerd ook nog steeds goed zijn en goed toepasbaar zijn. Er wordt dan getoetst op werkbaarheid. Zijn de verschillende niveaus ook voldoende onderscheidend? Er wordt getoetst op actualiteit. Zijn de ontwikkelingen op de juiste wijze weergegeven? En er wordt getoetst op herkenbaarheid, uitlegbaarheid aan medewerkers. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een driejaarlijkse toetsing op de actualiteit van het functieboek, zodat niet de situatie ontstaat waarbij na 20 jaar het hele functieboek echt moet worden geactualiseerd en dat ook ingrijpend moet gebeuren. Dus een driejaarlijkse toetsing op de actualiteit van het functieboek houdt het functieboek ook in de loop der jaren actueel. Hoe onderhoudt u nu uw eigen functiehuis binnen uw eigen sociaal werkorganisatie? Dat noemen wij regulier onderhoud. Daar zijn CAO-procedures voor. Die kunt u nalezen in de CAO. Hier staan ze kort weergegeven. De onderhoudsprocedure in de CAO bevat twee stappen. Aan de eerste stap stelt u de functiebeschrijving op en vast en in de tweede stap bepaalt u de salarisschaal. Stapsgewijs, de werkgever legt de inhoud van de feitelijk en duurzaam uitgeoefende werkzaamheden van een medewerker vast. Dus wat wordt de medewerker geacht te doen? Structureel. Deze werkzaamheden worden vastgelegd in een functiebeschrijving en vastgesteld door de werkgever en voorgelegd aan de medewerker. Dat kan dus ook een functiebeschrijving uit het geactualiseerde functieboek zijn. Die functiebeschrijving kunt u voorleggen aan de medewerker. En als de medewerker daarmee akkoord is, dan is daarmee de functiebeschrijving vastgesteld. Gaat de medewerker daar niet mee akkoord, dan vraagt de medewerker een gesprek aan, vraagt een toelichting, of kan uiteindelijk, als u het niet eens kan worden met de medewerker, naar de commissie van geschillen. Als de functiebeschrijving uiteindelijk is vastgesteld, dan kunt u de functie indelen aan de hand van het functieboek of aan de hand van MNT. U maakt dus een onderbouwing waarom u vindt dat de betreffende functie voor deze medewerker moet worden ingedeeld in functiegroep 8, 9 of in een andere functiegroep. U legt die indeling weer voorlopig voor aan de medewerker. Dat is een voorlopig besluit. De medewerker kan akkoord gaan of vraagt een gesprek aan om een toelichting. En na dat gesprek wordt de indeling definitief en gemotiveerd voorgelegd aan de medewerker. Als de medewerker akkoord gaat, is daarmee het proces afgerond. Of als de medewerker niet akkoord kan gaan, kan hij of zij naar de commissie van geschillen. Deze procedure in de CAO kan ook anders zijn, maar daarvoor dient u overleg te hebben met uw ondernemingsraad. Als de onderhoudsprocedure is doorlopen, dan heeft u te maken met de inschalings- en salarisgarantieregeling. Ook die is vastgelegd in de CAO. En die inschalingsregeling bepaalt de overgang naar een hogere of gelijke functiegroep en salarisschaal. In de CAO kunt u daarover meer informatie terugvinden. Want het kan natuurlijk zo zijn dat de herbeschrijving en herindeling leidt tot een andere functiegroep en salarisschaal. Wat u moet doen als die situatie leidt tot een lagere functiegroep en salarisschaal staat ook in de CAO en dat betreft een salarisgarantieregeling. Wilt u meer informatie over de wijzigingen in het geactualiseerde functieboek voor sociaal werk of over de toepassing ervan? Scan dan deze QR-code. U vindt dan informatie terug, handig voor zowel werkgevers als medewerkers.
Heeft u vragen of nog een nadere toelichting nodig? Neem dan contact op met de helpdesk via caosociaalwerk@fcb.nl. Rest mij u te bedanken voor uw aandacht.